Ik weet niet zo goed hoe je deze bereiding het best kunt noemen. Een terrien van aardappel, marbré van aardappel, gestapelde aardappel, gelaagde pieper. Hoe dan ook, de basis is een aardappel in heel dunne plakjes. En daar kun je het best een mandoline voor gebruiken. In het kader van grote stappen goud thuis heb ik hiervoor de grootste aardappelen genomen die ik kon vinden. De plakjes drenk je in de slagroom, waaraan je in dit geval peper en geperste knoflook toevoegt. Omdat de aardappel een onderdanige smaakpartner is, kun je ook denken aan andere kruiderijen, zoals tijm of gerookte paprikapoeder. Geraspte parmezaan is zeker ook een mogelijkheid. Meng de aardappelplakken met de room, de knoflook, zout en peper. Neem als vorm een zo recht mogelijk cakeblik en leg daarin een lange strook keukenpapier. In elk geval lang genoeg om straks bovenaan nog dicht te kunnen vouwen. Hou wat kleine blokjes boter paraat en begin met stapelen. Leg hier en daar wat boter tussen de plakken. Vouw bovenaan het papier dicht, je maakt een dekseltje van aluminiumfolie en zet de bak in een oven van 180 graden. Na zo'n anderhalf uur zullen de aardappelen wel zo'n beetje gaar zijn. Dat kun je checken met een satéstokje. Haal de terrine uit de oven. Laat afkoelen onder een gewicht. Zet deze combinatie uiteindelijk een paar uur in de koelkast. Nu is het uitpakken geblazen. Om mooie metrische blokken te krijgen, moet de terrine aan alle kanten recht gesneden worden. Hier wordt duidelijk dat een zo rechthoekig mogelijke vorm in het voordeel is. De afsnijsels zijn voor het keukenpersoneel. Omdat er al boter gebruikt is, kunnen de blokken alzijdig in een droge pan gebakken worden. Al kan het nooit kwaad om er toch nog wat boter aan toe te voegen. Het kost wat voorbereiding, maar uiteindelijk heb je een leuk garnituur dat à la minuut gebakken kan worden. Heb je trek in nog een video? Er staan er ruim 1200 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.